Ja, een goeie. Ja, wat de quiz wanneer je deze filmpje ook ziet. Je weet, oftewel een let's play, want daar kan ik nou even niet mee voordoen. En de zetbox van deze maand, de zetbox van de maand augustus, was redelijk rap. Is een redelijk lichte doos. Maar het is een doos met hier een inkeping en hier ook een inkeping. Ja, dat is dat stickertje van als je niet thuis wordt bij de facteur. Maar ik was voor de verandering is wel thuis. Of niet, ik weet het niet meer. Anyway. Oh, we gaan de doos open doen. Ze is nog niet open geweest. Ah. Ja, en voor mij ziet ons Fifi die haar commentaar wilt geven of kan geven. Als ze weet wat dat. Ik ga proberen van nu al wel eerst te laten zien wat er in de doos zit. In gelijk als vorige maand. Als ik dat vroeger zei voor de camera hou. Alle de kijkers van dat filmpje konden even weinig zien als ik. Ah, maar ik had misschien toch beter een keukenmes in plaats van een schaar. Hij toont het zo. Ja, ik weet het, Phoebe, je hebt dat gezegd. En de doos is open. Ik kan. Ja, dat was een microfoon, man. Er is iets naar beneden gevallen. Ah, de microfoon. Ah, dat is niks. Dat doen we niet open. Meer dan die daarna. In die doos zit dus deze doos. De officiële Zetbox-doos. Oh. Ik denk dat ze in Spanje wat karton te veel hadden. Dus de officiële Zetbox-doos. Hoe gaat die open? Ah, hier is gesteeld. En dat is de maat van een t-shirt. Het is nog altijd hetzelfde gebleven. Piet, ben ik toch even weg voor een mesje te gaan halen. Zo, allee, Phoebe, entertain jij de mensen terwijl ik. Nee, ik wil dat gewoon opdoen, maar niet in beeld. Ja. Allee, nee. Ja, kom, geef. Ik doe. Nee. Ja, ze is aan het lukken, die is aan het lukken. Ze biedt, ik snap dat ik de pot uit erin ziet. Oh. Dat is veel te vast in mijn broek. Ja, hier. Kijk, de gij is nog daar. Mensen, dit is hetgeen dat erin zit. Ja, dank je, Phoebe, voor te helpen. Dat je wel kunt zien wat dat is. En wat halen we er als eerste uit? Dat wel in beeld houden, hè? Ja. Moet dat in beeld houden. Want de camera moet staat hier. Moet dat van haar in beeld houden. Dat is van dat beschermpapier. Ja, dan is je doos niet veel leuker. En wat is dit? Oei, oei, oei. De camera staat hier, hè? Ja. Oei. A6 exercise notebooks van Harry Potter. Zouden er spels in staan? Expelliarmus, Wingardium Leviosa, Reducto. Een t-shirt. Een t-shirt van Jaws, heb ik al op het dingetje gezien. Zo ziet hem eruit. Waar staat erop? Queens sinds 75 Shark Charter. Queens, dat zal de boot zijn of zo zeker. Ik weet niet, ik heb die film nog nooit gezien. Ik denk ook niet dat ik die film ooit ga zien. Wat hebben we hier? Mooi. Lord of the Rings set of four metal coasters. Van The Prancing Pony. Dat is door die Barbara Singon, waar ze Aragorn tegenkomen. Prancing Pony en de Green Dragon staat er op de achterkant op. Ik weet niet of je het goed, ik weet niet goed wat je kunt zien. Onderzettertjes. Nog van dat beschermpapier. Allee. En een drinkenbus. Een drinkenbus van Harry Potter ook. Met spells en charms op. Experiamus, Ridiculus. Lumos Nox, Reparo, Stupefy, Gorgio. Is dat hier een koffiebeker? Ja, het kan zijn dat een koffiebeker is ook. Apprecium. Oeh, double walled stond hierop. Een screwtop thermoflask. Dit is een thermos. Ja.
zijn dat je. En dat is het. De doos is leeg. Ah, zo werkt dat. Dus, ja. Dus, wat hebben we gekregen? Oh ja, dat moet eerst afgewassen voor die Ritindo. T-shirt van Jaws. Thermos met Harry Potter spels op. 450 milliliter. Ja. Onderzitters van Lord of the Rings. Metalen onderzitters van Lord of the Rings. En nog een boekje van Harry Potter. Doe niet belachelijk met je muis, Phoebe. Computermuis. A6 exercise notebook. Ja, dat is dus met pubers in huis. Je moet hier niks zeggen of die schieten in de lach. En merci dat ik zo weinig abonnees heb, want met je zever dat erna bezig is. Ja, even nog even dateren tussen de. Oh, ga jij ook als een echte YouTuber uw mening geven over de miserie op YouTube-land? Nee. Nee. Nee, want ik zeg. Ah nee, wat zeg jij een echte YouTuber? Ik denk dat ik aan de G, hè, dat ik zelfs daar nog een paar letters onder ziet. Van, de G. Ik ben een G-list celebrity. Nee, ik ben een G-list celebrity. Denk ik een T-list celebrity zijn of zo. Allee. Dat was het zeker. Nog iets. Nou ja, en tot de volgende keer. Dag.